Als we aan risotto denken, dan denken we automatisch aan Italië. Want een risotto is echt een Italiaans gerecht. Denk er dan nog de zee bij en dan denk je ook aan zeevruchten, visjes. Dus we maken een zeevruchtenrisotto vandaag met een stukje zeebaars erbij. En ik begin al met de risotto. Dus daarvoor ga ik een shallotje fijn snipperen en een beetje knoflook. En die shallot mag fijn gesnipperd worden. En dan nog een teentje knoflook. En dan begin ik hier al met mijn gietijzeren stoofpot op te warmen. En zo'n stoofpot is wel belangrijk, want gietijzer dat gaat die warmte helemaal gaan overbrengen op mijn gerecht, omdat ook die wanden heel warm worden. En dat roer ik al eens rond, zodanig dat die niet te veel kleurt. Dus die mag gewoon aangestoofd zijn. Maar natuurlijk niet beginnen kleuren. En dan komt er risotto rijst bij. Ik heb ongeveer een 200 gram nodig. En die roer ik ook al in de olie. Zodanig dat elk korreltje risotto een laagje van die olie heeft. En wat maakt die risotto rijst nu zo speciaal? Nu, een risotto rijst heeft eigenlijk een dikke korrel. En die kan eigenlijk tot 4 keer zijn gewicht in vocht opnemen. Daardoor dat als het risotto klaar is, dat die zo helemaal dik gezwollen en lekker sappig is. En dan blussen we met witte wijn. Nu, dat moet niet een duurste wijn zijn, een gewone tafelwijn is goed. En ik zou hier nog zat worden van boven mijn kookpot te staan, want die alcohol die verdampt natuurlijk, hè. Maar zodra dat die wijn opgenomen is, dan kan ik eigenlijk met mijn bouillon beginnen lepelsgewijs eigenlijk beginnen toevoegen. Dat is hier een gevogelte fond of gevogelte bouillon. En die ga ik dan lepelsgewijs bij mijn risotto toevoegen. Nog eens omroeren. Het vuur kan nu zachter, maar nu is de tijd wel belangrijk. Die risotto dat neemt ongeveer een 20-tal minuten in beslag totdat die volledig klaar is. Dus ik moet een 20-tal minuutjes rekenen om al dat vocht te laten opslorpen door de rijst. En terwijl dat je nu zachtjes alles opneemt, kan ik nog een aantal andere ingrediënten gaan prepareren of voorbereiden. En dat zijn hier al 2 tomaten. Italië, hè? Mag de tomaten niet ontbreken. En dan ga ik de tomaten in blokjes snijden, zonder de zaadjes uiteraard. En eerst snijd ik die in repen en dan kan ik die zo makkelijk in blokjes snijden. Tussen nog eens roeren in de rijst. En er kan nog een lepeltje bij. Die tomaatjes die komen er straks bij. En ik heb hier ook al een deel van de zeevruchten, mosselen en schelpjes. Laat die nog even spoelen. En dan hier de inktvis. Dat is eigenlijk het lijf van de inktvis. En die ga ik nu in ring snijden. En terwijl dat die risotto hier ondertussen allemaal dat vocht aan het opnemen is, kan ik al mijn zeevruchtjes gaan aanbakken. Ik begin al met de inktvis. Eerst wachten tot de olie een beetje opgewarmd is. En die ga ik al eens kruiden met peper en zout. Het is een beetje multitasken, hè? Nog een lepel. De tomaatjes die kunnen ondertussen al bij de risotto. Die hebben niet zo lang nodig, dus dan moet ik het niet van in het begin bij doen. Een heerlijk zacht tomatenvruchtenvlees. En van zodra dat die inktvis aangebakken is, kan ik de rest erbij doen. Dus de mosselen en de schelpjes. Blussen met een beetje witte wijn. Deksel daarop. En dan even wachten. Ze biedt in schudden. En dan
Kijk, je ziet die risotto, die begint ondertussen al een beetje opgezwollen te zijn. Die korreltjes die hebben al heel wat vocht opgenomen. En dan al eens opschudden. Dan gaan we eens kijken. Ze mogen nog eventjes. Maar mosselen en schelpjes, dat hoeft echt niet lang te koken. Hè? Van zodra dat die mosselen open zijn, is dat gaar. En de risotto die is hier ook al bijna klaar. En eens dat die mosseltjes en schelpen klaar zijn, dan kunnen die bij de risotto. Nog eens omroeren. Peper. En nog wat zout. En dan kan die eigenlijk rustig nog een beetje verder garen, terwijl ik de vis bak. De zeebaars. Ik ga die eerst nog een beetje droog deppen. Hij ligt al op een beetje keukenpapier, maar hier ook de bovenkant, de velkant, een beetje droog deppen. Want zo kunnen we die het best bakken in de pan. Dus ik doe dan een klontje boter en wat olijfolie. Beide vetstoffen goed mengen. En dan kan de vis in de pan. Dus we bakken die eerst op de velkant. Hopla. Dat mag echt op een heel hoog vuur in het begin. Als je schrik hebt dat het aanbakt, gewoon een keer schudden met de pan. En dan probeer om die vis ook niet te veel te draaien. En je gaat zien, de glazige van die vis wordt daar wit. En dat is eigenlijk het moment, dan zie je tot daar is die vis gegaard. En dan, als je ziet dat ongeveer halverwege is, kan je de vis draaien. En die vis die draai ik altijd met een visspaan. Dan kunnen we die gemakkelijker draaien. Zo. En dan deze. Nog eens schudden. En pas nu ga ik kruiden. Ik heb nog geen peper en zout gebruikt. En dat is natuurlijk omdat zout trekt vocht naar zich toe. Daarom doe ik dat pas achteraf. Eens dat mooi krokant gebakken is. Nou, peper zou eigenlijk geen kwaad kunnen dat ik dat op voorhand doe. Dus nu gewoon wachten totdat ook die onderkant mooi gebakken is. En dan zijn we klaar. Basilicum en koriander. Het zijn al wat verse kruidetjes. En de vis die is klaar, dus ik kan serveren. Lekker, hè? Een visje. En dan natuurlijk nog een beetje verse kruiden daarover. Risotto met zeevruchten. En wel een heel speciaal visje. Eentje dat je zomer en winter kan eten. De zeebaars, mijn favoriet deze keer.